Goedemiddag iedereen. We gaan in les 4 terug verder waar we bij les 3 mee gestopt waren. In les 3 hadden we onze auto een variabele snelheid gegeven. Wel, we gaan nu kijken wat we allemaal met die variabele snelheid kunnen doen. Dus daarvoor gaan we terug even naar Scratch gaan. En we gaan naar ons profiel en naar mijn projecten gaan. Ja, we gaan best misschien ook een keer dat spel een zinvolle naam geven. Bijvoorbeeld Grote Auto Dief 6. Moet niet altijd GTA zijn. Ja. GA 6. Voilà. GTA 6 of GA 6. Instructies en zo verder kunnen we ook toevoegen. Dus druk op het pijltje omhoog om je wagen te laten vooruit gaan. En eigenlijk de andere uitleg kunnen jullie daar zelf ook bij doen als jullie willen. Merk op, we hebben dit spel nog niet gedeeld. Het is eigenlijk nog niet af, dus delen heeft nog weinig zin. Eens ons spel af is, gaan we het natuurlijk delen, zodat iedereen ons spel kan zien en er ook mee kan spelen. Bekijk van binnen, dan kunnen we het verder bewerken. Dus waar waren we toegekomen? We hadden onze wagen, konden de snelheid geven, we konden remmen en achteruit rijden. We konden draaien in de bochten, eigenlijk ging alles al vrij vlot. Onze snelheid werd hier gedeeld door 10, zodat we niet te snel vooruit gingen natuurlijk. Wat is nu nog de bedoeling? Ik zou graag hebben dat wanneer ik in het groen rijd, dus eigenlijk op het gras, dat mijn wagen afgeremd wordt. En wanneer ik op de baan rijd, dat mijn wagen niet afgeremd wordt. Wel, bij onze sprite zit dat eigenlijk bij waarnemen. Want wat zien we? Raak ik kleur? Dus we kunnen eigenlijk, dat is de reden waarom dat we zo een uniform groene kleur hebben genomen. Vanaf dat ik groen raak, kan ik iets laten gebeuren. Ook is dit terug een als-dan functie. Dus, als. En ik moet maken dat ik hem niet in een andere als zet, maar er gewoon onder. Als. Bij waarneming. Raak ik kleur? Ja, we moeten natuurlijk groen doen. Exact hetzelfde groen kiezen is moeilijk, vandaar dat we hier het pipetje hebben. Met het pipetje kunnen we dus echt kiezen welke kleur. We zien dan vierkantje, klik. Deze kleur groen. Raak ik kleur groen? Dan, wat ga ik doen? Wel, dan ga ik mijn snelheid naar beneden laten gaan. Verander. Snelheid met min 1. Maar dan zitten we met een probleem. Als ik dit nu ga testen, en ik laat mijn auto gaan, 7, 9, 10, ik krijg het groen, zal mijn wagen om duur achteruit gaan. En mijn wagen wordt eigenlijk oncontroleerbaar. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ook als ik achteruit rijd en ik krijg in het groen, zal ik sneller en sneller beginnen achteruit te rijden. Ook dat is niet de bedoeling. We gaan dit oplossen met een als-dan functie. Als. En ik ga een functie nemen. Kleiner dan. Als mijn snelheid kleiner is dan min 5. Dus we zitten onder de snelheid min 5. Dan ga ik mijn snelheid laten veranderen met 1. Als we tegen min 10 achteruit rijden, wel, dan laat ik mijn snelheid, iedere keer eentje erbij, min 9, min 8, min 7, tot wanneer we terug aan min 5 komen. Ik ga dit even illustreren. Ik zit aan min 15 en min 5 is het traagste wat we kunnen achteruit rijden in het gras. Ik kan dat natuurlijk instellen zoals dat je wil. En ook voor mijn positieve snelheid, want dit heb ik nu nog niet gedaan, gaan we dat doen. Als mijn snelheid, en eerst altijd onze logische vergelijking kiezen, groter dan, kleiner dan gaan we onze variabele daarin slepen. Als mijn snelheid groter is dan 5, dan kan ik mijn variabele, mijn snelheid, laten veranderen met min 1. Of als je sneller wilt afremmen in het gras, kun je natuurlijk min 2 of zo doen. Terug een voorbeeld. Ik rij vooruit. Redelijk snel. En in het gras ga ik eigenlijk redelijk snel stilstaan. Ik
kunt niet denken, alleen meneer, je gaat toch direct volledig stilstaan in het gras, dat is niet waar. Ik kan je een voorbeeld geven, voilà, en we hadden nog een beetje snelheid. Dus het gras remt natuurlijk af. Die afremming, ja, die bepaal je door het getal dat je in heeft. Hoe groter dit getal, hoe sneller je zult afremmen. Hoe kleiner het getal, hoe minder snel je gaat afremmen. Het is aan jou om een beetje te beslissen in je game hoe snel dat je je wagen wil laten afremmen. Hopelijk begrijpen jullie dit allemaal en kunnen jullie dit ook toepassen in jullie spel. Misschien nog een extra opdracht die je kunt doen. Het zal misschien mogelijk zijn om extra boosts te geven. Stel u voor dat we nog een extra sprite toevoegen. Die sprite die geeft u een boost. Dan zou je kunnen zeggen van ja, je kan toch sneller rijden of zo verder. Kan daar eventueel over nadenken om dat ook te implementeren. Je kan misschien ook een boost naar beneden toevoegen. Stel je voor dat we een olieplek, dat we een sprite nemen die een olieplek is. En we gaan die olieplek daarin doen. Raak ik, kunnen we ook kiezen voor raak ik een andere sprite. Ja, raak ik een andere sprite, rand, finishlijn of iets anders. Dan kunnen we ook doen van, dan moeten we onze snelheid naar beneden of zo laten. Misschien kunnen jullie daar zelf mee experimenteren om een olievlek toe te voegen waarbij je snelheid verliest. Wat zou je dan moeten doen? Ten eerste een olievlek maken in paint.net. Die olievlek als een nieuwe sprite invoegen. En dan die olievlek op de juiste plaats zetten. En dan tenslotte programmeren met een als-dan functie. Als raak ik de olievlek. Dan gaat de snelheid naar beneden moeten gaan. En veel succes allemaal en ik hoop dat dat gaat lukken voor jullie. Laat gerust iets weten als het lukt of als het niet lukt. Je kan dit steeds doen in het forum op Smart School. Dit is de gemakkelijkste manier voor mij om te communiceren. Veel succes iedereen.